Er is al jarenlang in zoverre een probleem dat de verschillende verkeersstromen die daar langskomen, zowel langzaam verkeer, landbouwvoertuigen, gewoon normaal autoverkeer, plus ook nog de wachttijden bij het spoor, een vrij complexe situatie is dat uiteindelijk behoefte is aan een veiligere oplossing en een wat snellere doorstroming. We hebben te maken met, en iedereen weet dat, we krijgen steeds meer verkeer op de weg. Van de andere kant krijgen we ook steeds meer treinen over die spoorweg. De verkeersstroom willen we zoveel mogelijk concentreren op de spoorweg. En eigenlijk geen gebruik maken van de Arsdonkerweg Heinenstraat. Want als je op dit moment al over de Heinenstraat rijdt met je auto, dan is het een wirwar van fietsen, van scholieren. En om daar nog meer verkeer naartoe te leiden, lijkt ons niet wenselijk. Er ligt nu een plan om de kruising in ieder geval wat overzichtelijker te maken, wat verkeersluwer te maken. Zodat met name de scholieren die van Sitaverde komen, een school die steeds meer leerlingen heeft, veel gebruik maken van die kruising en zodoende veilig over kunnen steken. Daarnaast hebben we ook nog diverse kruisingen op datzelfde punt. We hebben de afrit naar het station, de weg naar Amerika, en aan de Zevenumse kant hebben we ook nog een weg naar het station toe, waar ook nog parkeerplaatsen zijn. Kortom, dit is gewoon een heel druk punt. Nou, een betere oplossing zou kunnen zijn dat we als we van, van de rotonde Hegelsom richting Sevenum rijden en je wil afdraaien naar Amerika, dat je door plek te maken waar nu een bushalte is, de bushaltes weg te doen en naar het station te brengen en daar een uitvoegstrook om veilig rechtsaf te kunnen draaien naar Amerika. En dat is echt wel een zorgpunt, dat blijkt nu ook steeds, is de voetgangers en de fietsers die daar gaan oversteken. Op het moment dat je die kruising dus wat rustiger gaat maken, loop je ook weer de kans dat het verkeer met een iets hogere snelheid overheen gaat. De ondertunneling van het gewone autoverkeer, daar is ooit eerder over gesproken, maar ja, die variant is in ieder geval afgevallen. Laten we nou eens kijken of bijvoorbeeld een mogelijkheid is, een ondertunneling voor voetgangers of fietsers. Ik wil niet zeggen dat het er komt, maar als je er niet naar kijkt, weet je zeker dat het niet komt. Nou, ik hoop dat er eindelijk, nu de middelen er wellicht zijn, samen met de provincie, de gemeente en andere, de NS en dergelijke, ja, tot een goed plan komt. En dat er nu ook vaart in het project zit en dat het tot een snelle en veilige afronding komt. Ik hoop dat het college over een maand of drie in ieder geval met een concreet voorstel komt, zodat we vrij snel aan de slag kunnen.